Het laatste gedeelte van deze NCRV zaterdag op Nederland 1 en dat wordt muzikaal. Om ongeveer 10 minuten over 11:30 speelt Jean Guillou op het orgel van de Saint-Eustache in Parijs. En tot die tijd zingt Marco Bakker melodieën van bekende componisten op arrangementen van Tom Parker. En dat was Nederland Waterland. Nog een mededeling tot besluit. Christian Scheen vertelde het u al. Mocht u na het zien van dit programma nog meer willen weten, de VVV en ANWB-kantoren kunnen u verder helpen. En op teletext pagina 343, NCRV teletext pagina 343, hebben wij voor u nog wat adressen op een rijtje gezet van verenigingen en instanties die in Nederland Waterland aan bod kwamen. De orgelliefhebbers zullen het ongetwijfeld gemerkt hebben. Het waren niet de variaties op Bach van Franz Liszt die gespeeld werden door Jean Guillou op het orgel van de Saint-Eustache in Parijs. Het waren variaties uit de vijfde orgelsymfonie van Widor. De opname die we gemaakt hebben van de compositie van Franz Liszt zullen we op een later tijdstip uitzenden. Met die mededeling, dames en heren, zijn we gekomen aan het einde van de NCRV-uitzendingen voor vandaag. Morgen zijn we er weer om 9 uur op Radio 5 en om 1 uur op Radio 1. Onze eerstvolgende televisieuitzending is zoals gebruikelijk dinsdag. Zo dadelijk gaan we afsluiten met de Huizen van Oranje en daarna krijgt u nog een overzicht van wat onze collega's van KRO en VARA morgen op dit net gaan doen. Ik wens u een prettige zondag en een zonnige Koninginnedag.